Hallo dames en heren en super tof jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik heb heerlijk geslapen en ik heb hier ook een heerlijke cappuccino natuurlijk gemaakt door de superlieve Myron. En ik heb hier een heerlijk ontbijtje. En dit is havermoutpap met kaneel en er zitten allemaal proteïne in en eiwitten en appel en... Nee, perzik. Persik. Nectarine. Nectarine. Ook heel erg lekker. Dus dit is mijn ontbijtje. Mijn ontbijtje onderweg naar de huisarts. Goed, we komen net van de huisarts en ik heb even een check laten doen. Ik moest even liggen. Ze ging eventjes voelen op een paar plekken en eventjes luisteren. En ze zegt dat mijn darmen gewoon functioneren zoals ze horen te functioneren. En dat ze gewoon eventjes van slag zijn. En ik zei dat ik in Albanië was geweest. Dus misschien ander voedsel, buitenland, je weet maar nooit. Maar het schijnt verder niks aan de hand te zijn. Behalve dat het gewoon een beetje op hol slaat af en toe. En dat ik gewoon op wat minder vaste dagen, momenten, zeg maar mijn grote boodschap. Dat is het. Normaal gesproken heb je wel een beetje een redelijk vast ritme van wanneer je grote boodschap doet. Misschien elke dag, om de dag. En nu is het bij mij eens 4 keer per dag. De volgende dag 1, daarna weer 4, dan weer 4, dan niet, dan 2. Gewoon random. Anyways, ik ga weer lekker mijn havermoutpapje opeten. En ik hoef me geen zorgen te maken. Want het ziet eruit dat het verder oké is. En dat het vanzelf weer weggaat. En ik moet gewoon lekker gezond eten. En dan voor de rest komt het helemaal goed. Ik zit in de auto, ik ben gezond. Ik ben blij, ik ben happy. Ik heb het nieuwe album van Quavo aanstaan. Perfect. Echt nice. Heel nice. Ik ga weer terug naar huis. Nathan zal ondertussen ook wel wakker zijn. Myron die was al wakker. We gaan er weer een mooi dagje van maken. Heb je er zin in? Ik zou zeggen... Knal van een duimpje omhoog. Meanwhile. Wow, ik zie hier iets lopen. Oh, kijk dan. Het is een mini salamander. Kijk dan. Die moet ik vangen. Ja. Oh mijn god. Een salamander in de tuin, hè? Wow, ik kan niet filmen en vang tegelijk. Oh mijn god, kijk dan. Holy shit, hij is zo cute. Oké, ik ga hem natuurlijk niet hierin laten. Maar ik wil hem natuurlijk wel even aan Enzo laten zien. Anders dan... Heeft hij dat alleen gezien als ik het zo film? Ik heb mijn ontbijtje hier staan. Dat is echt erg. Maar ik zag in één keer daar iets lopen. Ik denk, wat is dat? Wow, kijk dan. Gewoon een salamander. Is dit een salamander? Ja, toch? Hij is echt mooi. Ik ben heel erg benieuwd wat Myron heeft gevangen. Ze heeft iets gevangen in de tuin. Maar wat is het? Ik ga een gokje doen. Ik hoop dat ze een vogeltje heeft gevangen. Die hulp nodig heeft. En dat we die kunnen redden. Alleen ik denk dat het een kikker is. Want je hebt echt heel veel... Oh, nee, een hazelworm. Ik denk een hazelworm, eerlijk gezegd. Hallo? Nee, ik zei ik hoop een vogeltje die gered moet worden. Maar ik denk een hazelworm. Wat is het? Hè? Wat? Een salamander? Een minietje. Wow, die is echt heel klein. Lief, hè? Waar hebben we die gevonden? Nou, die liep in één keer zo. Gewoon over de tegels hier. Ja, ik zat gewoon in ding. Ik dacht, wat loopt daar? Dus ik ging er snel naartoe. En toen dacht ik, ik ga hem vangen. Dan kan jij hem zien. Maar we moeten hem wel vrij laten. Ik wil wel zien. Ja, sowieso. Je wilde het alleen even bewaren om hem mij te laten zien. Ja. Oh, zo schattig. Hij is echt mooi. Ja, die stip, hè? Ja. Wauw. Maar hij is echt klein. Ik denk serieus, als je deze wel in een hok zou hebben, dat hij in een jaar echt dat je zo'n salamander hebt. Bizar, hoor. Is er wel een salamander trouwens? Dat is mooi. Ja, volgens mij wel. Hagedis. Nee, volgens mij salamander. Ik denk ook salamander. Malassander. Nou, laten we hem vrij laten. Wow, er zit iets bij hem in. Zie je dat kleine beestje daar? Onder zijn poot? Oh, kijk. Ja. Vlooitje. Gadverdamme. Nou, laten we hem vrij laten. Hij is wel echt mooi, hoor. Jeetje. Ik kan hem even hier op tafel zetten. Nee, want dan valt hij, Tuurlijk niet. Jawel, dat is te groot. Oh, daar, als hij eraf gaat wel. Ja. Nee, doe maar gewoon daar, hier zo bij de zijkant. Je gaat hem pakken ook echt. Oei, joh, hij is vet hyper. Ja, ik ga je vrij laten, maatje. Hij is een beetje groen ook, hè? Nou, laat hem maar vrij, schatje. Kijk, deze tegel is voor jou. Ik ben echt benieuwd waar die heen gaat. Ja, hij wil blijven. Hé! Hey. Daar gaat hij, Oei, joh, kijk hem bewegen. Zo vet. Ja. Jong. Maar het zit gewoon in onze tuin, hoe dan? Ja, hoe cool. Hé! Hey. Nou, hij is best comfy. Echt schattig. Liefde? Nou, had ik niet verwacht. Nee, dat dacht ik al. Zo, ik ga even lekker poepen. Nee, grapje. Hoe was het bij de dokter? Nice. Was good. I'm good, ik man. Ik denk dat je niet op hem stapt, hè?
Nee, inderdaad. Dat zou heel erg lullig zijn. Ah, bijzondere vondst. Is dat echt? Volgens mij wel. Hij zei, ik ga het toch nog even proberen. Yo, bro! Meen je deze? Kijk waar die is. Je wil het verslaan, hè? Je wil in die highscore. Ik kan niet naar huis gaan zonder ik erin sta. Heb je lekker geslapen? Was bij de dag? Ja, goed man. Goed poep. Je wil hem echt beaten, hè? Er is maar één iets waar ik aan kan denken in de ochtend. Dus dit. Ja, avond ook. Dat is niet best. Dat is niet best. Oi, oi, oi. Nou goed, dan zou ik zeggen, dan doen we hetzelfde als gisteren. En dit is wel heel erg leuk. Je hebt player 1, player 2 en dan heb je player 3 en player 4. En dan is Nathan player 1 en 2. En dan ben ik player 3 en 4. En dan kunnen we op die manier best wel veel achter elkaar spelen. En ja, ik ben benieuwd. Ik ga jullie laten weten wie de hoge score heeft gehad, ja. 3,8 miljoen. Oi, oi, oi. 3,8 miljoen. Om nu in de highscore te komen, moet je 3,4 miljoen halen. Het wordt steeds moeilijker. Het is toch sneu. Het staat helemaal de check. Ik ben de enige die erin staat. Kom op, Nathan. Hoe hard zou het zijn als het zo staat? Jezus. Of we gaan even chillen met mij. Ik ben 3 uur terug. Zit ik hier nog steeds sowieso, bro. Sta ik erin. Als ik er niet eens sta, dan kom ik hier nooit meer. Jullie hadden moeten zien hoe blij dat Enzo was gisteren toen hij Bas hier uitgespeeld heeft. Ja, klopt. Bas was de enige die erin stond. Ja. En hij was eruit en Enzo was zo bang. Ja, de afspraak is gewoon dat als je in de highscore komt, 100 euro. Dus ja. 100 euro, let's go! Doe je weer mee of moet je? Ja. Doe je weer mee of moet je shit doen? Hij had zo gehoopt dat ik shit moest doen. Nee, ik blijf gewoon hier. Myron, thank you for the food. Zonder jou gaan we dood. Thank you. En zo. Je bent hier al lang in het hol, hè? Ja. Wanneer de highscore niet gehaald kan worden, moeten we dit doen, man. Damn, bro. Nee, één flipper, die loopt vast. Dat is deze, de rechter. Dus die blijft zo omhoog staan. En dan heel af en toe gaat hij weer naar beneden. En ik heb nu geconstateerd dat als je de linker indrukt, gaat hij omhoog meteen naar beneden. En deze... Blijft zo even haken, joh. Blijft heel even haken en gaat dan pas naar beneden. Nou, sowieso heb ik eventjes met Marcel gevideobeld van Pinball Palace. Daar hebben we deze machine gekocht. En die zei van, wauw, jij speelt wel veel, hè? En dat is eigenlijk precies... Correct, we do. En dat is eigenlijk precies zelfs met de auto. Ik heb nu 189.500 kilometer op de auto. En iedereen zegt van, wauw. Ja, rijdt wel veel hoor. Dus nu is het ook zo, als je hier kijkt, dan zie je, ik weet niet of je het goed kan zien, maar deze twee rubbertjes, die zijn helemaal kapot. Holy shit. Zie je dat? Ja, what the fuck, hier ook. En die horen eigenlijk zo uit te zien, zoals hier. Bro, what the shit. Dat is niet normaal, hè? Shine is een beetje lager, dat is helemaal kapot. Het is helemaal kapot. Je ziet gewoon dat spul op die kast liggen, het hoort zo uit te zien. Het hoort zo te zijn. Hier tegen schiet je natuurlijk ook niet zoveel. Maar deze hit je, bro, dat is kapot. Ja, dat is gewoon... Normaal staan deze machines, normaal spelen honderden mensen hierop. Wij zijn de enige. Ja, besef hoeveel we hebben gespeeld. Maar ja, dit is ook precies het punt waar je vanaf hier zo boom, ja, keihard lanceert daarop. Elke keer, sick. Dus ja, nu is het zo dat hij twee van die rubbertjes gaat opsturen. Ja, maar is dat niet normaal ook? Dit is wel, ik vind het wel stupid of zo om te zeggen, tuurlijk spelen we veel. Ja. Tuurlijk sta je hier niet voor de sier. Nee. We spelen hem kapot, hè. Letterlijk. Ja, letterlijk. Dus ik krijg twee van die nieuwe rubbertjes en ik krijg nog even een Imbus-kitje. Wat ik nu heb gedaan is dat, zie je die twee zwarte Imbus? Yep. Dit is de machine van de rechter flipper, deze. Oké. Okay. Dit oranje. Yep, yep, yep. En ik moet deze twee zwarte inbusjes moet ik eruit halen. En dan moet ik kijken aan de binnenkant van deze hoe dat eruit ziet. En misschien is dat onderdeel afgebroken. Dus hij stuurt nu een inbusset, een speciale Amerikaanse inbusset voor deze kast. En hij stuurt alvast een extra onderdeel. Dat mocht hij kapot zijn, kan ik hem zelf vervangen. Maar dat is wel cool, hè? Ga je het zelf doen? Ja, ik ga het zelf doen. En dat is wel vet, want kijk, ik kan gewoon deze hele kast... Kijk, die kan ik weer erin zetten. Klinkt allemaal een beetje lastig, maar kijk, zo hoort hij. En hier heb ik die hele glasplaat liggen. Oh shit, bro. Dus die kan ik nu meteen ook weer even schoonmaken. En dan als je weer wil kijken naar die kast van, oké, wat is er aan de hand? Dan doe je hem dus weer zo omhoog. Dan doe je hem helemaal zo. Wow. En dan, ja, dit is de kast van onder. Bro, ik zou niet eens durven hier aan te sleutelen of hier aan te... Dat is ziek, hè? Gek.
cool. Zo, dus ik laat hem nu denk ik gewoon even erin. Yes. En dan morgen als die onderdelen komen, dan ga ik even sleutelen. Yep. Nice. Dus ik laat hem nu gewoon open zo. Even chillen. Nee, ik kom nog terug, man. Het is nog niet het laatste wat je van mij hebt gezien, flipperkast. Op back. Ja, dan is de highscore al 16.000 of zo. 16 miljoen. Sick. Hij is nu 8,6 miljoen de highscore. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nog gaat komen. Nathan die is hier tot morgen. Dus ik denk niet dat hij meer kan spelen. Maar goed, we hebben er in ieder geval goed gebruik van gemaakt. We gaan nu even lekker lunchen. Marvin heeft weer wat lekkers gemaakt. Het ziet er heel goed uit. Deze is voor mij. Ja. Oh, dat ziet er heel goed uit, schatje. Eet smakelijk. Dankjewel. Wauw. En dan straks komt er iemand langs. Weet je wie er langs komt? Heb je het al gezegd? Nee, maar die ken je ook niet. Ah, fucking chill, zeg. Wat vind jij van race drones? Dus echt zo'n kleine, FPV race drones. Wat is het? Zo'n parkings race drone. Ja, fucking cool, maar ik heb. Wat zou ik jou ervan zeggen dat er een speciale eigen race drone voor mij gebouwd is? Dat heb je al verteld op Skidex. Ja, maar die is nu af. Ik heb er nog nooit mee gevlogen. En Dennis, die komt straks langs. Ik ken Dennis wel. Ken je Dennis wel? Ja, we hadden daar toch over gepraat op Skidex. Oké, Dennis dus. En hij is... Ik hoor je hersenen kraken, bro. Ja, ik moet even nadenken hoeveelste van de wereld hij ook weer is geworden op de wereld. 15 of zo, dacht ik. Ja, 15 of zo, hè. Van wereldkampioenschap race drone. Dat is niet normaal. Dus hij is hier over een half uurtje. Oeh, nice. En dan gaan we even mijn drone testen. Durf jij het aan? Om te vliegen met zo'n ding? Ja, als hij wel kapot gaat, dan moet je mij wel laten doen. Nou, ik heb liever nog nooit niet gevlogen met iets. Wel één keer. Op skireis op. Ja, met de drone. Maar ja. Toen Jelmer zei, met een normale drone is oké, okay, maar met FPV is echt. En zeker met zo'n zelfgemaakt. Ja, dat is moeilijk. Super moeilijk. Het is echt difficulty. Hoi. Maar goed, hij is hier over een half uur. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Dat wordt wel echt super leuk. Ik heb er heel erg veel zin in. Dus dat wordt nice. En er zit een camera op. Hij heeft mijn GoPro heeft hij helemaal uit elkaar gehaald en heeft hij erop gezet. Dus jullie krijgen straks alles te zien. Wordt echt super cool. Maar eerst even lekker lunchen. Oh, Mario gaat nog een smoothie maken. Een smoothie. Wauw, check dan. Heel nice. Yo, yo, yo. Hey. Yo. Hey. Alles oké? Okay? Jazeker. Nice. Ja, lekker man. Goeiedag. Kom verder. Super. Oeh, daar is Dennis, dames en heren. Hallo. Ik ben ook blij dat de zon net is gaan schijnen. Want dat maakt het alleen maar mooier natuurlijk. Straks een paar mooie beelden in de lucht voor jullie. Welke is het? Deze. Deze? Mm-hmm. Oeh, clean. Wow. Vet hoor. Echt zo nice. Echt heel nice. Oh, en daar zie ik de mount voor de GoPro. Ja. Heel cool. Maar daar kan gewoon een normale GoPro op. Ja, die ik toen voor je gemaakt heb. Ja, die heb je ook bij je? Nee, die heb je hier nog. Oh, die ligt hier? Ja, die heb je hier nog. Oh, dan moet ik even kijken in de studio straks. Ja. Oh, die kunnen we daar opzetten. Maar hier kan je toch ook een normale GoPro gewoon opklikken? Of is dat te zwaar? Maar dat is wel zwaar, ja, inderdaad. Het is moeilijker vliegen. Daarom maak je lichter inderdaad. Ja, precies. Ja. Zo, maar dit is wel heel cool hoor. Nice, ja, als jij een demootje wil geven voor deze, dan zou dat wel sick zijn. Ja, ik kan zo meteen wel. Nice. Ik was eventjes in de war, want tuurlijk wist ik dat het in de studio lag. Want toen ik daarheen liep, toen kwam ik het meteen al tegen. Maar dat had ik gewoon even weggelegd, omdat ik wist dat het wel een tijdje zou duren voordat ik Dennis weer zou zien en dat de drone klaar zou zijn. Dus hier heb ik in ieder geval de oplader, de accu's en hier heb ik dus de GoPro die helemaal uit elkaar is gehaald. Om dus gewicht te besparen. Check dan. Dit is gewoon letterlijk een GoPro, maar dan uit elkaar gehaald. Sick toch? Dus die komt hier dan op. Zo, en dan kunnen we mooie beelden maken. Kijk, die komt er dan zo tussen. Damn, dat is echt vet. Dan hebben we hier mijn controller. Die had ik ooit een keer gerapt met wat stickertjes. Wel lachen. Alleen, dit zijn de joysticks. Alleen nu heb ik deze van Dennis gekregen. En dit zijn van die andere joysticks die je erop kan zetten. Dus dan draaien we deze even eraf. Zo, die is eraf. En dan gaan we deze erop draaien. En dan heb je meer grip met het sturen. Zo echt nice. Check eens even. Hoppakee. Hebben we die upgrade ook meteen. Van die grip dingetjes. Zitten er allebei op, dames en heren. Perfect. Hier heeft Dennis eventjes de rode behuizing omheen gedaan. Het ziet er veel cooler uit. Nu gaat Dennis eventjes de controller connecten met de drone. En als het één keer gedaan is, dan daarna is het gewoon makkelijk om elke keer te connecten. Ja. Dan moeten we gewoon één keer vinden, zeg maar. Want dit is die ontvanger, dat kontje? Deze. Die stengel. Ja. Oh, die twee. Dat zijn de ontvangers. Deze is voor de bril.
Ah, die is om te connecten met de bril. Ja, klopt. Oh ja, die moet ik ook even pakken. Ja. Boom, de accu zit eraan. En die wordt straks eventjes onder dit klittenbandje vastgezet. Dennis is nog heel veel bezig met de instelling. En dan gaan we heel eventjes naar Nathan. Want jij, mijn beste vriend. Hallo, senor. Oui. Hoister. IJsbad. Ja, lekker. Zie je wel zitten? Ik zag hem al... Ik was er al een paar dagen naar aan het kijken. Ik had er even over gepraat met Meijer. Zei dat het wel duurde even om hem te vullen en zo, dat het niet zo makkelijk was. Maar ik dacht van, het is tijd, man. We moeten er iets, zelfs voor ik wegga, maar morgen moet ik heel vroeg weg. Moet ik hem toch eens testen, maar bro, het is het knalpoude ijsbad. Ik kan hier niet weggaan zonder... En KP Active, hè? Ja, daarom kan hij niet weggaan zonder dat ik hem eens ga testen. Oké, okay, daar gaan we. Kijk, er heeft wel chloor ingezeten. Het is niet per se vies water, maar ik denk dat we dit gewoon even... De uit moet gooien. Yes. Proberen. Okay. En dan ga ik hem even schoonmaken met een doekje. Okay. En dan een nieuwe water erin. Yes, cool. Hoe lang duurde het ook weer? 2 uur en dan was hij helemaal vol. Ja. Ik denk gewoon niet te hard. Nee. Gewoon voorzichtig. Het is warm, man. Ja, het is warm nu. Nice. De sokken zijn helemaal doorheen. Ja, mijn ook. Nice, hij is leeg. Er zit wel een soort van vies laagje in of zo. Of is dat niet al chloor? Zie je dat? Oh, dat bedoel je? Ja, dit is zout. Dit is chloor toch? Ja, misschien is dat chloor. Dat is zand. Chloor. Zand? Ja, het kan ook een beetje zand zijn. Ik denk zand. Maar ik ga wel even een spreetje erdoorheen doen. Okay. Even schoon schrobben en dan doen we de slang erin. Ik ga vast even de slang halen dan. Zijn er nog mensen die zo kunnen niezen op commando als ze in de zon kijken? Ik heb eens gelezen online dat 1 op de 5 mensen dat kan. En ik ben 1 van die 5, man. Hey, crazy, crazy. Moet je eens in de comments zetten of je dat ook kan. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die het ook kan. Maar online staan dat 1 op de 5 mensen dat kan. Serieus. Ik ben 1 van de 5 zonnesneezers. Oké. Okay. Myron in the bathtub. Volgens mij hoort... Nee, dat hoort daar niet. Nee. Hier wordt het wel schoon. Maar moet je dit dan elke keer allemaal doen als je ijsbadje wil nemen? Nou... Dat is veel werk. Normaal, er kan dus een soort van pomp in zitten die dus het water ook soort van bewegend houdt. En dan kan je het denk ik echt wel 2 maanden laten staan. Oké. Okay. Dan heb je... Jullie... Nee! 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 Hey, wil je iets leuks zien? Ja, leuk dingetje. Ja, kom mee. Maar wat we als eerste moeten doen, is deze eraf halen. Oké, okay, er staat water op. Ik doe hem even snel uit, ja? Yes. Oké, okay, je moet me echt erop vertrouwen dat dit heel cool wordt. Ja? Ik vertrouw je voor geen haar, maar het is ook... Maar je hebt nogal veel haar. Oké. Dit wordt echt heel cool. Hij is een klein kind, je kan hem niet vertrouwen. Nu gaat hij waarschijnlijk aan een fucking harde druk dit water hier door laten blazen of zo, dat ik naar achteren ga blazen, hoor. Wil je ook zien, Dennis? Welke wil je gaan? Iron Man of the Hulk. Doe maar Iron Man. Iron Man? Yes, kom. Of nee. Deel? Ja, ja. Oké. Okay. Gaat die zo super groot worden? Is dat zo'n mannetje die water opzuigt? Nee. Oké. Okay. Dit is speelgoed. Yes. Wat normaal gesproken je gewoon heel flexibel kan trekken. Oké. Okay. Zoals dit. Snap ja, je? Ja. Maar we gaan iets anders ermee doen. Hij loopt elke keer weg. Ik denk elke keer dat er iets gaat ontploffen of zo. Of dat ik iets in mijn gezicht ga krijgen. Hij heeft een schaar. Oké. Okay. Dit wordt super cool. Oké. Okay. Sorry, de Hulk. Je bent echt een van mijn favoriete superhelden, maar sorry. Oh shit. Oh my god. Hij heeft geen arm meer. Nee, er staan allemaal vieze balletjes in. Oh no. Oh no. Damn, de Hulk is gevuld met rare bollen. Kan ze op 10 dat ik er al lik? Nee. Niet. Are you ready? Ja, ik ben ready. Oké, okay, mag ik de thigh rips voor jou, Dennis? De thigh rips. Damn. Oké, okay, de slurf erin. Damn, je gaat hem opblazen. Damn. Je gaat hem opblazen en je gaat hem dicht doen dat er niks uit kan. En omdat het zo'n stretchpoppetje is, gaat hij helemaal vullen met water. Ja, let's go! Ik heb dit op TikTok gezien. Oké. Okay. We gaan dit nu voor de eerste keer proberen. Je moet wel die tie rip heel strak doen. Yep, dus ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken. Yep. Damn, dit is weer zo typisch, hè. Enzo en ik zitten hier domme shit te doen. Jij bent ijsbad aan het kijken. Myron, Aad, I love you. Je bent crazy. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Ja. Oké, okay, waar is die schaar? Dit is niet... Ja, dit is gewoon vies. Niet eten. Nee, dat was ik ook niet van plan. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja, voor de grootste Hulk uit je leven? Ja, nu wel. Ga je de kraan gaan aanzetten? Ga ik hem aan doen? We moeten hem neerleggen op een plek. Ja, wil je dat doen, schat? Waar niet zoveel viezigheid is. Oké.
Geen harde stuk. Daar hem God kunnen zien. I love you. We're gonna fuck you up. Oké, Hulk. Luister, je moet heel lief zijn, oké? Je moet heel lief zijn. Heel groot worden. Heel groot, heel sterk. Yes. Kijk, daar gaat-ie. Ja! Oh. It's blowing up! Dit is perfect. Zijn broek moet uit. Oeh! Sorry. Turn up the volume, Myron. Turn up the volume, Myron. Nice. Oeh, kijk dit. Perfect. Yes. Kijk dan. Nu al nice, hè? Nu is hij klaar voor mega switch-up. Nu moet hij echt groot worden. Ik ben echt benieuwd. Hoe denk je dat hij zo groot als de tegel wordt? Ik denk dat hij zwaar gaat exploderen en dat heel de tuin nat gaat worden. Ja, achter. Dat is, ja. Ja. Staat hij maximaal? Kijk. Ik denk dat hij net zo groot als de tegel wordt. Oeh. Kijk dat hoofdje ook. En dat armpje. Oh, hij is lek. Hey. Kijk. Onder zijn oksel. Maar... Dan moeten we drukken. Nee, maar dan moet je gewoon, als je hem loslaat. Als je hem loslaat gebeurt er niks. Nee. Er zit ook een splinter in zijn titer. Zie je hem? Doe eens loslaten. Maar nee, het gaat wel ruim. Hij gaat wel door. Oké, dan hou ik hem vast. Hé, waarom is deze lek, man? Wow, hij gaat wel hard nu, hoor. Hij gaat wel hard. Oei, yo. Hoe had het met zijn hoofd? Chillen. Hallo, Mr. Hulk. Alles oké? <okay? laughs> Dit is echt al veel, hè? Kijk hoe hard het er al uit. Oké. Hij was klein, hè? We mogen niet verhuizen. Kijk, nu komt het hierbij. Zie je, hij vult die voeten op. Kijk, want hier zie je ook nog een stukje wat verder uitgerekt kan worden. Zie je dit groene? En hier zie je die hand ook nog. Die kan ook nog verder uitgerekt worden. Ja. Dus daarom is deze perfect. Kijk hoe groot die al is. Kijk mijn hand. En weet je wat het is? Dit is serieus geen grap. Weet je wat het ziek is? Ik heb Buzz Lightyear gekocht en die is 5 keer zo groot. Dat is serieus waar. En zo is de guy, hij ziet het op TikTok, moet hij ze allemaal hebben. Ja. Ik heb voor €200 heb ik aan deze gekocht. Kijk dan. Voor die ene arm. Het is ziek, hè? Dan ga ik het alsof hij aan het zwaaien is naar ons. Ja. Wow, hij wordt echt groot hoor, ik zweer het je. Kijk dan, die arm. Ja, dat zagen we toen ook op TikTok, dat hij echt zo lang. Ja. Hoe lang gaat hij nog door, denk je? Ja, voordat hij ontploft, want dit gaat fout, hè? Die video? Die gaat fout, ja, wanneer stopt dit? Ja, weet als hij ontploft. Ja, als hij ontploft. Ja. Die video van die gast, ik denk dat hij nog wel 10 keer zo groot is. Echt? Zit. Ja. Hij was echt zo. Dat was dezelfde poppetje. Ja, nee, dat is ook deze hulk. Oh, ja, okay. Alleen die hulk was rood. Deze groen. Ah. Zoals de hulk hoort zijn. Kijk, hè. Maar dat gat hier. Oh! Boy, joh! Ik schrok zo erg. Holy shit! Ja. Maar dat kwam door het gat. Losliet. Ja, dat kwam omdat ik dat gas losliet. Gas. Het gat. Oh, okay. Oh my god. Damn. Maar is het tijd voor Buzz Lightyear? Jij wil nog één vullen. Ja, sowieso. dit was fout. Er zat een gat in. Ja, okay. Hij kan veel groter worden, geloof me. Hey, next up. Iron Man. Iron Man. Maar we doen nu een klein stukje. Kijk. Wat zit hier in? Ja, dat was ook in die andere. Oh, dit zijn geheim bolletjes. Dit is anders. Niet hier op de stukje. Oh, dit is juice. Nee. Dan moeten we dit even opruimen. Nee. Ugh. Tandpasta. The secret juice. Deze gaat beter lukken, ik weet het zeker. Als hij maar niet lek is. Die andere was lek, dat is jammer. Ja, dat is maar echt stom. Ja. Oké, okay, juice hem op. Je kan hem dus in één keer volle bak aandoen. Ja, volle bak. Ja, gewoon doen. Als hij nu meteen knapt naar jou. Stel je voor, gewoon op. Ja. Oh. Oei, joh. Oké. Oh, dat is een Iron Man. Hij zwaait nog even. Iron Man. Doei. High five. Het is toch cool dat zijn hoofd gewoon klein blijft. Ja. Dat is dan wel weer grappig. Je ziet het slime nog. Dat is super cool deze. Ja. High five, my man. Check dit. Nog een, Je ziet jou gewoon. Ja, nu moet je hem neerleggen, denk ik. Anders gaat hij echt te zwaar worden. Ja, ik kan zijn been laten spannen. Ja. Kijk uit. Leg hem hier neer. Oh, pas op. Nee, leg hem daar neer. Kom maar, schatje. Kom maar. Dus hij is nu al zo zwaar. Damn, drie keer. Deze is beter. Kijk. Ja. Moet je eens vanaf hier komen kijken van boven. Hoe stom dat een handje daar hangt linksboven. Geniaal, hè, dit. Ja, dat is wel echt leuk. Dat is echt nice. Ik denk dat hij groter dan... Kijk, dat handje groeit. Ja, dat komt. Goed nu. Daar komt hij. Kijk, dat handje gaat er nu uit. Kijk. Oei, joh. Dat is geniaal, hè? Dat is geniaal, kijk dan. Maar kijk hoe groot die nu al is, hè? Vergeleken met hoe die was. Kijk die vingers. Oh. Oei. Dit is die Super Iron Man, die Hulk Iron Man. Ja? Dus kijk, die, als de Hulk in die suit zit. Oh. Oh, hij heeft mijn hoofd. Nee, niks zo. Nee. No, Iron Man.
Hij is gewoon aan het hoofd. No! Oh, Iron Man. Oh, no. Hij komt eraf. Nee. Moeten zijn hoofd erin duwen. Dat is de enige optie, zijn hoofd moet erin. Ja, het is toch moeilijker dan het leek. Ja, want die op TikTok was veel groter geworden. Maar ik denk dus... Dat we de buslightje groter moeten pakken. Nee, ik denk dus dat hij het... TikTok. Ja, TikTok. Zullen we die grote pakken? Ja, ik denk dat ik pak de grote buslightje. Okay. Check dit verschil. Dit is echt niet normaal. Dit is dus een normale. Ja. En dit is de buslightje. Wow. Die is wel echt vet. Die is ziek, hè? Ja, die is echt vet. Wat? Ik hoop dat die niet lek is. Dan wordt het echt heel dik. Dan wordt die letterlijk heel dik. Kijk, want deze kan je helemaal zo. Kijk dan. Kijk uit. Dan zou ik nu dus... Oei, joh. Hij kan 3 keer de grote worden. Ja, maar je moet nu geen gaatjes erin trekken, hè? Nee. Sowieso doen we zijn jasje even uit. Oh, wow, naakte bus. Oh. Dit is de naakte Buzz Lightyear. Sorry, Buzz Lightyear. Dat wil je dit aandoen. Maar wat voor spul zit hierin? Kijk dan. Ja, dat is echt van het zandachtige spul. Maar deze kan zo groot worden, weet ik zeker. Kijk dan. Zie je? Ja. Nou, knip maar open. We moeten oppassen, want ik heb het gevoel dat we hier nu... Ja, dat denk dan. Ik dus ook. Dat is niet normaal, hè? Svenny, hè? Oké, we gaan hem knippen. Deze is anders. Er zit niet... Dit kan je er niet uit. Dit kan je er niet uit doen, denk ik. Jawel. Och. Oh, nee, dit gaat nooit lukken. Maar misschien kan je het water erbij instoppen. Ja. Oh my god, wat is dit? Een soort lijm of zo? Ja, het is wel... Oeh, inderdaad. Ik heb van die hete lijm. Eeuw, het plakt heel erg. Ja. Ik zal niet proberen rekenen. Nee, wacht. Oh my god, nee, dat krijgen we niet uit. Nee, daarom 100 dingen erin prop. Ja. Ik heb een leuke. Obesie Buzz. Dit is leuk. Glenn. Dat is je naam, hè? Dennis. Sorry, ik was nog niet beneden geweest. Het was op hot gevoel. Oh, ja. Dennis. Ja. Unleash the horde. Oké, leg hem maar weer op die tegel. Nee, op die tegel dan. Dat klopt, joh. One chance. Oh, what the fuck? Okay. Holy shit. Het lukt. Ja. Ja, maar nou. Hoe? Misschien moet je het water een beetje begeleiden. Huh? Het lukt. Oh my god, dit gaat werken. Kijk. Ik ga niks doen. Oeh. Hij doet het uit zichzelf. Maar pas op als hij knapt dat hij niet in het oogje komt. Oh, maar als hij nu knapt, hebben we al die shit zo hier liggen. Maak het schoon. Zegt hij nu, hè? Vandaag nog. Vandaag nog. Niet morgen, niet volgende week. Vandaag. Kijk, dit gaat werken. Dit wordt het grootste ooit. Voordat de barbecue aanstaat, heb jij het opgeruimd. En de sterren daar voorbij! Woe! Let's go! Dit wordt het grootste buslightje ooit. Dat spul is juist goed, want het is een laagje bescherming voor de huid. What the fuck? Nee, maar ik denk dat het juist goed is. Dit is sterk. Hij heeft een hele wetenschappelijke theorie hiervoor. Ja. De lijm zorgt voor bescherming van de huid. Een extra laagje. Maar hoe komt het hier erin? Het moet in die voeten komen. Ja, dat komt uiteindelijk wel. Buslightje, doe je best, hè. Puffen. Kom op, puff. Kom op, puff. En pers. Ja, stop maar, schat. Laat hem maar even zijn ding doen. Pers. Kom op, Bas. Kom op, Bas. Patiënt, dit ziet er niet goed uit, man. De inname van voedsel zal toch verminderd moeten worden. Dit ziet er niet top uit. Dit kan niet gezond zijn, nee. Dit kan niet top zijn. Ik denk dat ontploffen een zekerheid is. Okay, we beginnen hier toch al een dikkere zwelling te krijgen linksonder. Zoals Enzo zei, de huid wordt beschermd door een laagje lijm. Is volgens mij niks van aan. De verstopte aderen zijn nu allemaal volgelopen. Het is wel grappig dat hij zo dit dingetje rond zijn hoofd begint. Ja, maar die is dus heel hard. Ik denk dat dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat hij gaat ontploffen. Dat is wel knap dat hij er tegen gaat. Ja, zo. Het been is wel goed vol aan het lopen, inderdaad. Ja, kijk, die dingetjes duwen inderdaad in zijn kraag. Ja. Het gaat hetzelfde zijn als bij Iron Man. De helm gaat gewoon daar een gaatje maken. En dan moet ik gewoon direct zorgen dat mijn pols is een exit. Ja, en maar dan? Waar gaan we dan weggooien? Dan blijven we zitten voor altijd. Ja, gezellig. Wow! Check hoe Buzz Lightyear er nu uitziet. Oh my god. Dat been is niet normaal. Zo, maar deze wordt echt groot, ik weet het zeker. Maar zijn arm, die ligt een beetje dubbel daar. Hij heeft een beetje een zielig armpje hier. Dubbel? Oh, Buzz Lightyear. Oh, hij heeft zo'n stompje hier. Stel je voor, dit is nu echt zoals in Toy Story. En hij leeft echt, maar hij kan nu niet bewegen. Puur ja, omdat... Hetzelfde als die guy in de eerste film. Precies, die bad guy, die buurjongen. Ja, hij ligt daar nu. Fuck. Zoals Sid.
Ja, shit inderdaad. Maar we zorgen ervoor dat je einde heel snel gaat zijn, bus. Echt, je einde is een spektakel, Bank. Ja, snel en pijn. Ja. Ik vind het wel warm hier, moet ik zeggen. Het is wel warm. Het is lekker. Ja, lekker? Lekker, vind ik lekker. Ja, het is wel echt warm, ja. Ja. Je ziet zijn logo ook nog staan hier. Ik wil eigenlijk ook gewoon, nu het zo warm is, moeten we ook gewoon een keer alle sproeiers aanzetten en dan gewoon er even doorheen lopen. Dat kunnen we straks ook doen. Ja. Dat is nice. Very nice, yes, yes. Kom al, ontplof. Yes. Nee, niet ontplof, hij moet groter worden. Bang! Zo. Oh, de hulk ernaast. Die heeft het harnas van Buzz Lightyear aan. Stel je voor, ik zoom er net op in en hij ontploft. Dan heb ik het gewoon gemist. Buzz Lightyear, die komt er snel bij te liggen, denk ik. Wauw, kijk zijn rechtervoet. Het is echt ziek, hè? Are you good? Ja, I'm chilling. We hebben nog Spider-Man hier. Ja, klopt. Ik heb ook nog Batman, de Joker, Flash heb ik ook. Oh, ik ben echt benieuwd. Maar die zon, zou dat hem uitmaken? Nee, denk ik. Ja, maar houdt zich wel sterk, hoor. Je houdt je echt sterk, maatje. Dit is echt niet normaal. Kijk mijn voet en kijk zeg maar... Dat is toch ziek? Kijk hoe groot het is. En ik heb maat 45, hè. Ongelooflijk. Oh, hij is nu echt groot, hoor. Ik vind het spannend. Ik vind het steeds spannender worden. En nu wordt hij wel echt goed. Ja, hij is voorbij de tegel. Hij is officieel voorbij de tegel gegaan, dames en heren. Dus hij is nu groter dan de tegel. Of nee, daar net niet. Die hand nog steeds niet, hè? Nee, die hand is nog steeds dik, hè, daar. Kijk, de hand is nog steeds dik hier. Oh, ik help hem. Kijk, dit werkt. Ja, gaat wel. Kijk, ik trek hem hier naartoe. Dat werkt. Dat werkt. Kijk dan. Ja? Wauw. Kijk dan hoe erg die vult. Zie je dat? Hij heeft nu een armpje erbij. Wow, dat werkt supergoed. Kijk dan. Ik begeleid hem helemaal. Wow, yo. Hij wordt nu wel heel groot. Stop maar. Ik hou hem tegen. Kijk dan. Wow, ik moet hem tegenhouden, anders wordt hij te groot. Oh, het is hier viezig. Oh shit, wat heb ik gedaan? Oké, dit moet ik goed schoonmaken. Ik ben bang dat hij hier bij die ribbeltjes knapt. Kunnen we daar niet wat onder leggen? Welke ribbeltjes van de steen? De tegel. Ja, maakt dat niet uit. Ik weet het. Kijk, nu laat ik hem los, hè. Hij groeit door. Ik denk dat je hem gewoon kan laten liggen, hoor. Ja? Die dagen knap. Oké, dan laat ik hem liggen. Oh my god, dat was spannend. Maar kijk wat dat heeft gedaan, dat ik zijn arm heb uitgerekt. Kijk dan. Is het niet normaal, dit? Dit is echt niet normaal. Check mijn voeten. Je hebt vuile voetjes. Maar dit is juist misschien degene die hij heeft gebruikt op TikTok. Ook al zag het er niet uit dat hij deze had gebruikt. Want er kwam wel rode spul uit, net zoals bij die Iron Man. Dit is echt niet normaal. Hij is officieel groter dan de tegel, dames en heren. En het is een 90 bij 90 tegel. Voor de mensen die het zich afvragen. Hey, never skip leg day. Of niet Buzz Lightyear. Damn. Yo, dit is toch niet normaal? Zak. Kijk hoe groot hij is. Fatty. Oh my god. Wow, ik denk echt dat het nog lang kan duren, hoor. Oh shit, hij is aan het lekken. Oh, fuck, hij is aan het lekken bij het hoofd. Hij lekt, hij gaat elk moment knappen, ik weet het zeker. Als hij lekt bij het hoofd, dan is het gedaan. Er zit ook gewoon helemaal rare vorm in, gewoon. Als er maar meer water bij komt dan dat hij lekt. Holy shit, hij blijft maar groeien. Die linkerpoot was daarnet veel kleiner, hè? Ja, klopt. We zijn hier aan het praten over een ploffen, maar stel je voor dat... Dat je nog 2 uur staat. Ja, dan zijn we wel verbrand, kan ik je vertellen. Uit de eindes van de tijd. Dit is toch niet normaal? Zal ik hem eens proberen tegen te houden daar? Zo'n duwtje geven op zijn hoofd. Waar gaat hij? Beetje support in de nek. Oeh. Oh, hij is over de lijn heen, hè, hier helemaal. Maar ik denk dat het goed was dat ik die gestrest heb, hoor, die linkerarm. Dat is wel. Oh! Nee, nee, nee! Nee! Nee. Hou het tegen! No, safe Buzz Lightyear! Oh, ik moet mijn vuist erin steken. Ja! Het is niet dik genoeg! Nee! Het is niet dik genoeg! What? What? Buzz Lightyear! Nee! Buzz Lightyear, no! Damn! Jij laat je voet erin? Nee, Buzz Lightyear. Het is gebeurd in wat jij ook zei. Nee, kijk dan. Oh, Buzz Lightyear. Damn, hij is weer zijn ware grootte. Jammer, bro. Ja, er zit nog maar één ding op nu. Damn. Alsjeblieft. Deze komt bij de collectie. We zullen je nooit vergeten, Buzz Lightyear.
naar de sterren daar voorbij. A few moments later. Dames en heren, we zijn toch weer terug met Buzz Lightyear. Het is namelijk zo, Buzz Lightyear, dat jij niet opgeeft. Nee. Buzz Lightyear is geen opgever. We hebben nu zijn hoofd getaped. Of noem je dat? Damn. Hoe kan ik de naam van dit... Tie-rippies, getie-ripped. We hebben zijn hoofd getie-ripped. Kijk. En dat is misschien veel beter, om zijn hoofd te tie-rippen. Dus we leggen hem weer in het midden neer. Kijk. Kijk, hop, dat is één been. Ik denk dat dit beter is. Want elke keer gaat hij kapot bij het hoofd. Maar deze keer hebben we het hoofd gewoon eraf. En het hoofd leggen we gewoon hier. We leggen het hoofd daar al vast. Ik denk namelijk dat hij zo groot wordt dat hij helemaal daar naartoe gaat. Dus ik ben benieuwd. Veel plezier. Hey, we hebben een Buzz Lightyear ontvoerd. Oh, joh. What? What's going on? We hebben hem eigenlijk gewoon in het gras laten. Maar hij is gewoon kapot. Dat water niet, ja, er zat de schuur in. Damn. Hij lekte gewoon door. Jammer. Oké, dan is het gedaan met Buzz Lightyear. Dat was het einde. Goed, er zit allemaal lijm ook daar. Shit, check dat. Goed, er wordt wel nog een opdracht. Ja, niet makkelijk. Om het schaar kapot knippen, dat is goed. Nou, het was een leuk experiment. Ik heb er nog een paar. Als jullie tips hebben, laat het weten. En ik ga die TikTok nog wel eens even goed bekijken. Want die kleine zou eigenlijk ook zo groot moeten kunnen worden als Buzz Lightyear. Want daar zat er wel... degene die ik heb gezien op TikTok, daar zaten van die balletjes in, zoals de eerste. Dus het zou moeten lukken, maar... Misschien moet je gewoon geluk hebben met de personage die je koopt of zo. Ik weet het niet. Oké, helemaal super. In grote zakken van 8 kilo. Het komt in grote zakken van 8 kilo en dan 300 kilo. Perfect. Ja, 300 kilo komt allemaal zakken van 8 kilo. Oké, perfect. Dus, is goed. 38 zakken van 8 kilo, ja? Dan ja, heeft u perfect. 304 kilo, ja? Ja, is goed. Is goed. Nou, tot straks. Oké, super. Dankjewel. Tot straks. Doei. Oké. Boom. Let's go. Het is gelukt. We dachten, we doen het ijsbad even naar next level. Dus we hebben nu het volgende gefixt. Ik ga trouwens eerst even laten zien dat we de slang al in het bad hebben gedaan. Maar dit is gewoon kraanwater. En dat is wel koud, maar dat is niet ijs en ijskoud. Maar het is wel echt al heel koud. Al helemaal als het zo mooi weer is buiten, dan is dat al gauw gewoon echt heel koud. Maar, wat hebben we nu gefixt? Die vind ik heel naar. Het is gelukt. Yes. 300 nice. Kilo. Heb je zin in de ijsbad nu? Kan niet wel. 300 kilo, hè? Get weight. Ik heb gewoon vanochtend Thijs vroeg of hij ook wou komen, maar hij kon helaas niet. Nee, maar Thijs kon niet komen, maar nu... Oh, ja, dat denk ik ook. Ik ga hem nog een keer bellen. Kijk wat hij dan zegt. Nee, Thijs kon helaas niet komen. Maar we gaan vanavond weer barbecuen. We hebben een paar mensen uitgenodigd. Ze wordt super relaxed. En ja, ik heb er zin in. We gaan vanavond een ijsbad nemen. Lekker. Check eens eventjes. We gaan het testen. Of tenminste, Dennis gaat het testen. Ik ben zo benieuwd. Oeh, ja. Let's go! Nice! Heel erg nice. Eindelijk! Wow, yo! Hij doet het. Nice! Lekker hoor! Ga maar even proberen. Ja, is goed. Damn! Ja, er was namelijk wel eventjes wat tijd wat hier aan vooraf ging. Ondertussen zijn Myron en Nathan ook weg naar de sportschool. Maar wij zijn hier achtergebleven. Want de drone die is dus nu net gefixt. Er waren wat problemen met de bril, zeg maar. Connecten met de drone, dat duurde even. En dan moest geüpgrade worden en een update en allemaal. Maar hij doet het nu. Dus als het goed is, dan kunnen we de camera erop plakken. Die hebben we hier liggen. En dan kunnen we gaan filmen. En dan ga ik mijn allereerste vlucht maken, dames en heren. Ik ben wel echt heel zenuwachtig, serieus. Want ik ga gewoon echt mijn uiterste best doen om goed te vliegen, niet te crashen, geen geouwehoer, niet zomaar iets kapot maken omdat je het kapot kan maken. Gewoon goed vliegen, goed je best doen en wat mooie shots maken, dat is de bedoeling. Dus ja, ik heb geoefend op de computer, dus het zou goed moeten gaan. Oei, 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 daar zitten we dan. Wat spannend, maar hoe vet. Damn, dat is echt super cool. Check dan. Wauw, daarmee gaan we vliegen. Het gaat gebeuren. Ik hoor andere mensen ook vliegen. Ja. Je hebt concurrentie. Echt, hè? What the fuck? Holy shit, oké, daar gaat hij, Dennis. Succes. Dankjewel. Goed beeld? Ja. Nice, ik vlieg, dames en heren, ik vlieg. Ik zie ons zitten. Ja. Wow, dit is echt moeilijker dan je denkt hoor, dames en heren. Oké, nice. Ja. Nice. En zo, let's go. Ik ga nog wat dieper de tuin in. Kijk me vliegen, dames en heren. Boom! Nice.
Dat was hem, hè? Let's go, gast. Yes! Mijn eerste vlucht, geslaagd. Oh my god, dat was zo spannend. Yes, dat was nice. Zo spannend. Hoi, hoi, hoi. Je staat erop. Oh, gast, dat is echt... Nice, toch? Ja, man. Vliegt wel goed. Ja, vliegt zo goed. Dit is echt zo, zo freaking cool. Dit is echt niet normaal. Ik ging expres eventjes als eerste. En ik heb echt uren lopen oefenen op de computer met deze controller, dames en heren. Dus het is niet zoals je zo'n drone koopt dat je meteen kan vliegen. Ik heb echt veel lopen oefenen. Heb ik niet elke keer gefilmd in de vlog, maar ik heb echt veel geoefend met dit ding. En het is gewoon gelukt, want je kan deze koppelen aan je computer en dan kan je gewoon in een programma kan je drone vliegen. En dat is letterlijk hetzelfde als hier. Alleen dan is het niet in een computer natuurlijk, maar in het echt. Maar je kan dus alvast oefenen. En zo oefent Dennis ook voor zijn wedstrijden in dat programma. Je kan ook letterlijk de map kan je gebruiken van bijvoorbeeld een kampioenschap. Dus bijvoorbeeld kampioenschap wat Dennis heeft gedaan in Turkije. Ja. Die map kan je nu misschien ook al met het programma vliegen. Die staat er al in. Die staat er al in, ja. Maar die map is echt veel te moeilijk. Want je hebt allemaal hoepels, poortjes waar je doorheen moet. Inderdaad, ja. Allemaal stalen poten en zo. Dan moet je onderdoor op de kop, eromheen. Dat is echt next level. Ik ben als eerste gegaan, expres. Omdat wat je nu gaat zien is dus het niveau van de nummer 14 van de wereld. En dat is Dennis. Hoe cool is dat, man? Nummer 14 van de wereld. Dat is echt ziek. Daar gaan we. Ja, met mijn equipment? Ja, ik ben heel benieuwd hoe het vliegt. Ja, Dennis die heeft wel wat anders spul dan ik. Maar wat ik heb is gelukkig goed genoeg. Dus daar gaan we. Let's go, Dennis. Let's go. Even die tuin verkennen van je. Ik denk dat het wel een mooi plekje is om te oefenen, hoor. Ja, zeker. Zo om die bomen heen en zo. Even met die grote. Hé, hey, daar is die. Wauw, hoe cool is dat? Kijk hem vliegen, hoppakee. Super nice. En weet je wat ik zo bizar vind, mensen? Het is gewoon mijn drone. Het is gewoon, vanaf nu is het gewoon mijn race drone. Hoe vet is dat? Oh, we gaan er binnen. Wow, dat is nice. Het is gewoon binnen aan het vliegen. Dat is geniaal. Kan je eens proberen om naar zolder te gaan? Dat kan ik wel proberen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ben erg benieuwd of het lukt. Als je op zolder kan komen waar Nathan slaapt. Wow, dat zou ik zo sick vinden. Dat is moeilijk, hoor. Moet je wel wat bochtjes maken. En de trap is natuurlijk schuin. Ik ben nu even verdieping omhoog. Kijk of ik er eentje kan. Ja, maar ik kan nu niks zien. Jullie wel. Kom op, Dennis. Je kan dit. Ja, ik ben op zolder. Ja, ben je op zolder? Je heeft iemand geslapen, kan ik zien. Hij is gewoon op zolder. Oh ja, het raam is dicht, als het goed is. Oh, dat is wel vet, die open te zetten. Zal ik die openzetten? Ja. Ja? Dan ga ik nu heen, hè? Ja, ik blijf hier wachten. Oké, is goed. Dan ga ik het zolderraam openzetten. Je hoort hem ook keihard. Oh, waar is die? Oh, joh, kijk hem. Hallo. Hij is open. Oh, joh. Let's go. Oh, dan komt hij weer terug naar binnen. Hij komt weer terug naar binnen, ik zweer het je. Holy shit! Daar is hij weer, daar is hij weer. Daar komt hij weer. Ga je naar binnen? Oh, de accu is leeg. Zo, dat was wel even spannend, zeg. Je hebt echt bereik met dat ding. Ja, ik vind het zo bizar dat dat beeld binnen zo goed blijft. Ja, ik ook. Wow, dat had ik niet verwacht. Maar wow, dat was gruwelijk, man. 6 minuten. Dat best. 6 minuten met 1 accu. Ja. Dat is nice. Goed. Ja, want normaal gesproken 5 minuten is wel klaar, ja, zeg maar. Ja, is wel klaar, ja. Ja. Dat is nice. Ik ben eventjes verder gegaan met de boxen die ik heb gekocht. Dus ik heb eventjes een haspel erbij gepakt. En ik heb deze boxen eventjes aan de stroom gezet. En even geconnect met de app. En deze 4 werken nu samen. Dus die moet ik nog wel eventjes iets verder installeren. Maar hier heb ik een beginnetje aangemaakt. En toen wilde ik net eventjes al het karton... Wat er vanaf is gekomen van die boxen wilde ik opruimen. Dat staat dus hier allemaal. Dat moet eventjes in de vuilnisbak. Maar toen kwam opeens veel eerder dan gepland het ijs binnen. En dat is alleen maar nice, want dan kunnen we het ijsbad alvast klaarmaken. Dus 300 kilo ijs gaat straks het bad in. En hier zie je al dikke zakken. Daar zie je dat elke zak is 8 kilo ijs. Dus dit wordt echt super nice. Daar gaan we straks mee verder, maar eerst ga ik eventjes de barbecue klaarmaken. Dus ik heb de kolen weer erbij gepakt en ik heb een soort van aanmaakblokjes. Dus laten we dit ding weer eventjes aanknallen, deze bad boy. Nog steeds super blij mee.
echt, echt heel erg nice. Dus ja, let's go. Hopelijk gaat het beter als de vorige keer. Want toen duurde het echt heel lang voordat hij goed aanging. Dus kom op Enzo, je kan het. Word een barbecue master. Wauw, dit gaat wel echt de goede kant op hoor. Kijk eens eventjes wat voor vlam er uit die barbecue komt. Ongelooflijk. Ja, en als je zegt barbecue... Wat zeg je? Dan zeg ik Pim. Zeker. Ja, ik heb geen idee. Ik wist geen ander bruggetje. Ik ben geen barbecue koning. Ik wist geen ander bruggetje. Lekker man. Ja, Pim, even gezellig langs. Dat is leuk. We krijgen zwart vlees. Nee. Dat gaat hard, vriend. Ja, dat gaat echt hard. Maar goed, die kolen moeten even heet worden. En als eenmaal die kolen heet zijn, dan is vuur is weg. En dan gaat het helemaal goed komen. Maar we moeten in ieder geval geen rook hebben. Dat was de vorige keer een beetje het ding. Ik kan hem even dichtknallen. Zo. Ja, dat is een mooi ding, hè? Dat is echt een mooi ding, ja. Ja, ik ben echt blij mee. Shout-out naar mijn schoonouders. Zo, moet je kijken. Kijk die temperatuur hoog gaan. Wow, kijk, 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 kijk. 200 graden. Kijk hoe snel dat gaat. Holy shit. Zo, kijk dan. Oi, oi, oi. Hij is bijna 250. Holy shit. Dat is heet, hoor. Oké, komt-ie. Ik denk dat het een hele witte wolk wordt. Wow. Ga niet binnen. Holy shit. Oh my god. Misschien heb ik er iets te veel aanmaakblokjes in gedaan. Misschien. Ik weet niet zeker. Uit. Uit. Pim die liet eventjes een foto zien van zijn studio, want die is hij aan het verbouwen. Binnenkort is er een opening van zijn nieuwe studio. Dus toen zaten we eens na te denken, Marion en ik. Die komt zo. Maar ja... We hebben iets voor jou gekocht. Moet ik me zorgen maken? Die gemeente zou zeggen van, dat je iets hebt en dan moet ik me zorgen maken. En als ik een beetje lach. Ja, ja, maar ik zie dat je serieus bent. Ja, dus ik ben serieus. Benieuwd. Nee. Ik denk dat je het super cool gaat vinden. Ja. Maar we hebben voor jou wat gekocht voor de studio. Ja. Ik geef je gewoon alvast een hand. Ik ben nu al blij. Maar het ligt hier. Hoe kan je er gewoon eens heen lopen zijn dan? Het ligt hier voor jou. We hebben 10 sportmatten in het zwart. Want jij had ze in het rood. Is het echt dan niet? Dus echt. Ja, alleen we hebben wel 7 maar geleverd, dus er worden nog 3 nagestuurd. Maar we hebben 10 sportmatten. Eigenlijk als het goed is een beetje dezelfde dikte als die rode die je had. Ja, ja. Maar die rode konden echt niet, want je had niks in de studio wat rood was. En zwart is wel super clean. Dus we hebben de 10. 5 voor de ene studio, 5 voor de andere kant van de studio. Wauw, ik ben echt overdonderd, vriend. Nice, toch? Ja, die wou ik zo graag, maar ik vond het heel hartstikke duur. En ik was een beetje blut, dus wauw. Dus wij hadden zoiets van het beste cadeau. Echt het beste cadeau. Dus alvast voor de opening binnenkort. Super lief. De 10 mooie zwarte matten. Daar ben ik echt heel blij mee, vriend. Nice. Wauw, is echt... Gewoon lekker. Boom! Ja, nee, echt... Nou, doe straks maar tegen Marion alsof ze van niks weet. En dan gaat ze het nog een keer geven. En dan... Oh, wat? Ze is zwart, dat wil ik niet vernieten. Nee, Marion die zei al van geef ze maar meteen als Pim er is. Dus, En maar hoe dan? Ik kom binnen en ik zag ze ook gewoon niet liggen. Nee. Dat is helemaal stil. Ja, er lagen ook wel wat spullen op, maar... Ja, ja, ja. Dames en heren, het is tijd. Daar gaan we. Oef. Doe even insmeren de boel. Kijk eens even. Oh, lekker, lekker. Even insmeren hoor. Hoppa. Nice. Dat moet. Daar gaan we. Ah, op het einde. Ik kom nog. Hoor je dat? Lekkere worstjes erbij. Wauw, dit ziet er goed uit, dames en heren. Oef. Boom. En nu maar stijgen met die temperatuur. En als we het sneller willen laten stijgen, dan doen we deze een beetje dicht. Dan gaat het echt hard. Let op. 1, 2. Boom. 150 graden. Tussen de 150 en 200. Ik heb geen idee of dat goed is, maar de vorige keer had ik dat ook en dat was nice. Ik kan jullie vertellen, dames en heren, dat het zo goed gaat hier. Oh, niet normaal. Ik heb de spare ribs er ook opgegooid net. Die gaat lekker lang mee roken. Hier zit nog een lekker salmpje in. Oeh, dit wordt zo nice. Myron die heeft even wat lekkers van de barbecue afgehaald. Hier zit een lekker zalmpje in. Oeh. Ik ben benieuwd of die al goed is. Ik ben ook heel benieuwd. Oeh. Ziet er top uit. Ja, ziet nice. Serieus, ik weet niet hoe dat eruit moet zien. Jij dacht, dat is niet hot. Ja, dat dacht ik. Het ziet er perfect uit. Ja. Ik dacht, dat is rauw. Je gaat het zo eten? Ja. Doe jij maar taste testen. Wow. Oh, ik zie het al. Het is wel heel smeug. Ja. Zo lief blazen zo. Je hebt net de perfecte kaaklijn ook. Ben je aan het uitlachen? Nee, ik heb alleen wel moeite om hier te verstaan, maar... Goeie? Oh.
Nee, niet uitspugen. Nee. Nee, doe het even verkoelend. Oh, lekker man, lekker spoelen zo, dat zalmpje met water. Lekker, heel veel te warm. Nog even wachten met daarvan eten, want hij is hot en dan bijt je en dan is het gewoon... Komt met, al die juice mijn tong en mijn verhemel te zijn verbrand. Wat wil je zeggen tegen de mensen die jou niet kunnen verstaan in mijn vlog? Sup om mijn huid. Er komt nooit iets normaals uit als ik dat vraag aan Nathan. Of hij wordt fucking boos, of hij gaat vragen om te suppen op zijn YouTube, of hij... I don't know, er komt nooit iets fatsoenlijks uit. Maar hoorde je deze ook? Hij zegt verhemelte. Verhemelte, ja. Wij zeggen gehemelte. Het enige wat ik lastig vind om te schakelen... Ja, misschien zagen ze bij ons ook wel gehemelte. Mijn verhemelte, zei verhemelte, verhemelte. Oh, waarschijnlijk is het wel gehemelte. Verhemelte. Okay. Verhemelte. Je hebt het verzonnen, dat is nice. Maar het enige waar ik af en toe mee moet schakelen, als je, want dat is gewoon een heel ander woord, dat is schoonmaken. Hoe zeg je dat? Kuisen. 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 Ja, want Myron zei dat ga je wel schoonmaken, hè? Ja, en ze gaat zo kuisen. Huh? Ja, zoiets zei je toch? Ja, kuisen, dat ken ik gewoon niet. Hij is goed, hè? Nice. En ik heb gehoord dat Enzo vis niet lekker vindt. Ja, maar dit vindt hij heel lekker. Hier wil ik wel een hapje van. Je, moet die, ja, je kan die onderkant opeten, want dat vind ik niet zo lekker. Ik heb gewoon vooral zin in het ijsbad. Nee. Ach, nee? Nee, sorry. Ja, niet boos worden. Erg, dat is niet erg, je moet sorry zeggen. Dat is wel erg. Ja? Kijk, vind je niet lekker? Nee. Want dit smaakt niet naar vis, toch? Het proeft naar zee. Nee, jou wel zo. Nee, ik vind het niet lekker. Het smaakt naar zee. Toch nog eens, Jeff. Gaan we even een little blow? Nee, jij komt van de zee. Yes. Who's a little blow? Het viel eraf door de blow. Dit smaakt niet naar de zee. Nee. Nee, hè? Nee, dat gaat niet. Nee, maar ja, het smaakt gewoon naar niet lekker dan. Voor mij. Maar het zit wel een beetje tussen de oren. Ja, nee. Dus ja. Ik proef het toch elke keer. Je hebt het al vaak gegeten. Ik vind het gewoon niet zo lekker, sorry. Dat is niet erg, dat is oké. Oké. Ik vind het nog even leuk. Oké, nou, Mayo niet volgens mij. Myron die is echt boos. Ik had het daar net over met Myron. Ik zei tegen haar van Enzo vindt vis sowieso niet lekker. En ze zei nee. Maar er zijn wel dingetjes die je wel lekker vindt van vis. Garnalen en zo. Ja, garnalen op zich, op zijn tijd. Tonijn. Bepaald moment. Tonijn. Gebakken vis. Een sliptongetje. Gebakken, hoe heet dat ook weer? Kibbeling. Kibbeling. Met ravigotte saus. Ja, die gaan frituren dus je. Ja. Dat is geen vis. Vis moet gewoon zwemmen in de zee. Een sliptongetje. Dat... Slipknot, dat luister ik wel eens. Oké. Okay. Maar... Sliptong. Ja, wij zijn dat niet. Ja, vind je dat lekker? Ja, maar ik wil wel proeven, daar niet van. Ja, maar als hij dan bij mijn oma zit en hij zegt bah, dan zit hij daar ook van kak. Nee, dan schuif ik het door naar Myron, denk ik. Oké. Okay. Nee, maar kom wel goed. Ik ga wel mee met de flow, maar als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Dan pak ik iets anders. Ja. Maar goed, hè? Zo iedereen zo zijn eigen smaakpupillen. Misschien vind ik het over 5 jaar wel lekker. Ik bedoel, ik vind nu ook olijven lekker. En als kind zijnde dacht ik olijven... Dat is zo gek, dan vind je dat wel lekker. Ja. Olijven vind je dat wel super nice. Ja, alsof dat naar vis smaakt. Ik zag tegen Enzo, joh, olijven vind je dat wel lekker? Hij antwoordt, ik heb 5 olijfbomen in mijn tuin. Dat is de reactie. Ja. Dat is gek dat je dat wel lekker vindt. Ja, ik weet ook niet waarom. Terwijl dat een hele sterke geur is. Maar dat... kaas. Kaas? Ja. Ik woon in Nederland. Ja, maar zo die andere kazen. Zo die sterke. Schimmelkaas. Ja, zo die sterke. Dat je dan zo'n kaasplankje. Ja, zo'n kaasplankje. Nee. Dat vind je niet lekker? Nee, dat vind je niet nice. Jawel? Nee, brie vind ik wel nice. Met een cracker. Ik vind de chille, de normale kaasjes. Ja. Maar ik had zo'n kaasplank, bro. Nee, maar wat echt zo stinkt naar natte sok achter. Ja, en die blijft zo lang in je mond plakken en zo. Dat vind ik wel moeilijk. Ik heb het al geprobeerd, maar... Maar weet je wat dan wel weer bijzonder is? Dan zegt Enzo, nee, dat vind ik niet lekker. Maar hij bestelt wel pizza quattro formaggi. Oeh, die had je dan wel? Ja, die vind ik echt heel lekker. Er zit ook de gorgonzola. Die vind ik niet zo lekker. Die vind ik heel lekker. Damn. Ja. Speciale eter, man. En dan zegt hij, ik lust geen vis. En dan zijn we bij het tankstation. En wat bestelt hij? Broodje tonijnsalade. Dat vind ik wel nice. Met kappertjes. En ui. Ja. Dat wil je ook proeven, Danny? Nee, ik wist het gewoon al. Word ook boos op hem dan? Ja, Danny, proef dan gewoon the... even die zalm. Get the fuck out, Danny. Jij hier een pakje telefoon en get the... Over telefoon gesproken. Check hoe cool een telefoon Dennis heeft. Hé, hey, over telefoon gesproken. Anyways, check eens eventjes deze telefoon van Dennis. What the heck. Ziek hoesje, hè? Vet. Ja, het is echt een lijp hoesje. Oh, dat is geen hoesje. Nee? Dat is gewoon zijn telefoon. Echt? Ja. Wow, wat vet. Dat is echt cool, hè? Ja. Ja, dat vind ik dus ook. Myron en ik zeiden allebei, wow, Dennis, je hebt echt vet hoesje. Ja, wow, dat is echt ziek. En hij zei dat je zelfs kon instellen bij deze telefoon, dat als je hem zo op de kop legt... Oh ja, hij staat nu aan, dit lampje. Dus als je een melding krijgt, je hebt hem zo liggen, dan zie je aan dat lampje, je hebt een melding. Wow.
Is echt nice. Fuck, en je moet daar allemaal doen. Is echt cool. Dat is duur zo'n telefoon? Ja, dat is kut. Mm. Hij ziet eruit als iPhone. 100 euro of zo. Oeh. Ah, ja, als je vergelijkt met iPhone valt het wel mee. Ja, oké. Okay. Ja, is wel nice hoor. Ik dacht echt dat het een iPhone was toen ik hem zag zo ook. Maar ja, heel cool. Het is tijd, dames en heren, dat we al het ijs, 300 kilo in totaal, erin gaan doen. 300 kilo ijs. Oeh, dat wordt echt heel erg koud. Weet je wat ik denk dat een goede tactiek is? Nou? Ik gooi het hierin, duw het zo naar jou, je snijdt hem open en gooit het plastic eruit. Dat is goed. Besef eventjes hoe koud het nu al doet aan mijn hand. Holy shit. Ik denk wel dat het ijs heel snel smelt. Ik denk dat meevalt. Want we hebben echt veel, hè? Ja, dat is waar. Het is echt wel diep met ijs, hoor. Kijk ook dit soort stukken. De allerlaatste. Ja, dit is een ijsbad, kan ik je vertellen. Dit is echt een ijsbad. Hier, check dan. Wow. Oh. Oh. Ja, nice. Oh. Wow. Heb je daar nog zin in? Nee. Nee, tuurlijk niet. Ik hoor niet. Ik wel. Want oh direct God. Na het sporten. Ja, dat is wel waar. We kunnen wisten nog een keer gaan sporten. Wisten jullie eigenlijk al kotstep tijdens het sporten? Heb je dat al verteld? Nee. Fuck, de workout van Myron was zo, ik weet het niet, maar emotioneel en intens en shit. Ik moest even... Maar het zieke is dat we tijdens de training 3 keer tegen elkaar gezegd hebben, we gaan straks in het ijsbad. Ja, maar nu is het koud ook. Daarnet was het zo warm en nu is het de schaduw hier. Geen smoesjes, hè? Nee, geen smoesjes. Ik doe het al. We gaan er nog in, hoor. Wow, dit is niet normaal. Check nee, hoe ver het ijs is. Check dat. Ik ben best te veel liggen dan. Nee. Nee, dat is perfect. Weet je wat ziek is? Danny gaat ook. Ja, Danny gaat ook gewoon. Let's go. Shona ook. Oh my god, dit is wel echt de heftigste, denk ik. Zullen we eerst ijsje eten? Ja. Goed plan. Ja. Ben alvast aan de temperatuur. Kunnen we even kijken of die thermometer naar beneden... Maar wist je dat dit nooit onder de 0 graden komt? Natuurlijk niet. Oké, okay, gelukkig. Dan vriest het water. Gelukkig. Daarom, ik had dus iemand zien... Zo, ik ga geen namen doen. Jullie kennen hem ook. Zo zien posten van, ik heb een ijsbad genomen van -4. Dat is zo bro. Does it work like that? Ja, maar dit is wel koud. Dit is fucked. Dit is echt, mijn handen moeten ook even wennen. Kijk, ze zijn helemaal rood. Ja, straks is je hele lichaam helemaal rood. Wow, maar het is gewoon blauw. Blauw? Ja, we moeten even ijs eten. Ja, we gaan even ijs eten om in de mood te komen, ja? Wat we gedaan hebben in Oostenrijk is niks vergeleken met klopt, dit. Nee, klopt, klopt. Waarom kijk je zo boos? Niet boos, meer zo bezorgd en bang. Ja. Ja, maar je hoeft er niet meteen 3 minuten in te zitten, hè? Als je gewoon... Nee, 3 minuten in. Nee. Een minuutje toch. Dat zou wel knap zijn, denk ik. Maar wat fijn is hiervan, je kan wel echt stil zitten. En zo. Ja. En weet je wat het zieke is? Marion wou gewoon nog 200 kilo extra bestellen. Oh. Marion wou 500 kilo bestellen. Ja, omdat we dat bij het feest ook hadden. Ja, maar toen zei ik, doe maar 300 kilo. Oh, hier, kijk. Hier, hij heeft ze zo'n broek aan. Ja, denk het. Ja, ben ik er maar vanaf. Ja, dat is wel zo. Ja. Dat denk ik maar vanaf. Wow. Dat is wel typisch Danny ook. Wil je niet eerst ijsje eten? Nee, doe ik na die tijd. Doe na die tijd, oké. Okay. Hij is zelf straks het ijsje. We gaan straks aan hem likken. Ja, we kunnen straks aan zijn hoofd likken. Zo blij dat hij het eerst doet. Ja, wel fijn. Ja, hij is blij ei ook. Maar zie je dat... Moet ik even een handdoek halen voor je? Als het goed is, heb je het warm als je eruit komt. Als het goed is. Als het goed is. Als het goed is. We weten het niet zeker, maar als het goed is... Maar we hebben onze... Oh. Dat ook gelijk. Holy shit. Holy shit. Oh, Danny. Waarom komen er buitjes uit zijn ballen? Oh my god. Wow. You did it. Oh, zo moeilijk om dan adem te halen. Ja. Ja, heb je dit al ooit gedaan? Nee. Nee. Wel zo. Ja, hij ging super professioneel erin. Ziek hoor. 20 seconden. Wakeboarden in de winter, maar meer niet. 20 seconden. Zo, dit vind ik sick hoor. Maar jij moest lachen om zijn grap, hè? Ja. Ik zat te kijken daar even recht bij. Ja, maar dat is dus het vervelende. Je moet eigenlijk helemaal stil liggen. Want dan op een gegeven moment creëert je huid een soort van laagje om je heen. Waardoor je het uiteindelijk niet meer zo koud hebt. Maar als je gaat lachen, dan wordt het in 1 keer 6 keer zo koud. Toen ik erin stapte, dacht ik, dit valt wel mee. Totdat je eronder ligt. Ja. Hoe voel je je nu? Ja, top. Ja, dat is toch lekker? Gaan we nu ook? Ben je nu? Ja? Dan gaan we nu ook. Ja, hey, fuck it. Heb je een bikinietje aan? Ja, jij ook, Jonah? Wow, maar Danny, zonder twijfelen, hè? Ja, maar ja.
Dat is best wat je kan doen. Ja. Dat denk ik ook, ja. Ik weet ook met min 2, dus. Ja. Goed, hij wil een wetsuit aan, maar alsnog is het koud. Wauw, dat ging zo snel. Doet deze het überhaupt, of niet? Het staat nu 4 graden volgens mij. Volgens mij staat het 4 graden nu. Oei, oei, oei. Eigenlijk nog een keer en dan iets meer focus. Ja. Ja. Ja, ga je nu meer focus? Ja, je moet gewoon echt denken aan je ademhaling. Zo. Echt goed focussen op je ademhaling. Te koud? Die focus krijg je niet in. Oh, oei, oh. Oh, ik vond het knap hoor. Oh my god, die focus kreeg je niet in, zei hij. Je bent aan het trillen, je ademhaling. Ja, raar hoe eigenlijk je zo moeilijk kan ademhalen dan. Ja, hè? Je tintelt helemaal nu. Ja, ik zou ook niet nog een keer gaan. Het is nu wel oké. Ja, je kan die vleesjes wel snijden nu met je tepels. Nou, een kapstukje. Zo, hij gaat er gewoon even 2 keer in. Nu is het wel klaar. Ja, nu is het wel klaar, ja, dat snap ik. Wow. Haar is er gewoon vanuit gevallen, joh. Ja, haar is er vanuit gevallen. Nee, ik ben niet naakt. Ik heb zeker weten iets aan. Nathan ook. Ik ben wel naakt. Steempje, schaar, wie moet? Ja, Siona ook, hè. Oh, jij recht ook nog in? Ja, ik ga wel. Wauw, kom erbij, Siona. Bladsteen, schaar, want dat is voor de andere keer. Ja, als we in België zijn, is het bladsteen... Nee. Waar ik woon is bladsteen, schaar. Nee, volgens mij België. Nee. Echt niet. Is het echt bij jou alleen? Ja, West-Vlaanderen en zo. Oké. Okay. Antwerpen is steen, papier, schaar of zo. Kuizen. Is goed. Steen, papier, schaar is hier. Yes? 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Fuck. Nee! Mooi, joh! Wij hoeven niet als eerst. Oh. Eén van jullie. Oh, ik wou juist als eerst. Nee, Eén van jullie. Wij moeten nu voor de eerste. Als je wil, mag je, hoor. Nee, wel even. Ja, we doen even. Ja, want wij hebben anders voor niet gewonnen. Nee, daarom. Plat, steen, schaar. Fuck. Oh, nee, kut. Je mag, hoor. Nee, ja, dit is niet eerlijk. Nee, jij moet nu. Dit boeit niet eerlijk alles. Oh. Hey. Oh, Nathan. Voordat je in het ijs gaat, doe even blazen. Damn. Wim Hof, hè? Hou dat op je hoofd. Ja. Voor wat? De warmte. Dan ga ik hem afdoen en dompen, hè? Oh. 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 Damn, ik wist niet dat je zo real was. Het is wel zo, je ziet er wel goed uit, bro. Thanks. Van vriend tot vriend. Thanks. Ziet er wel goed uit. Thanks, man. Hey, waar leg ik het beste? Daar, hoofd daar? Ja. Ik zag mensen op TikTok altijd zo levensverhalen vertellen daarin. Omdat blijkbaar door die koude shit komt je echte aard naar boven. Ja, omdat het misschien voor sommigen zo spannend is en zo in één keer, wauw. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik heb stress, hè. Echt waar. Fuck. Yeah, hij doet ineens meer in een bodybuilder dan het staat. Ik heb ook echt geen zin in. Nee, joh. Het wordt lekker. Come on. Oké, okay, let's go. Je kan dit. Yes, committen. Nice. Ik ben gestopt met school, toch? En toen ik gestopt was met school, dacht iedereen dat ik een failure was. En ik had niet ging maken in het leven. Mijn YouTube-channel ging nog niet zo goed. En iedereen lachte. En als ze mijn ouders zagen, zeiden ze ook tegen hun van, yo, je zoon is een failure. Check nu, in het ijsbad. Living my best life. Alles aan het doen wat ik wil. Ik heb gegrind, man. Gegrind. Ik ben nog steeds aan het grinden. Ik doe dat niet voor mijn plezier, man. 33 seconden in het ijsbad. Het voelt alsof ik hier al een paar jaar in zit, bro. Ik voel mijn tenen niet meer. Je handen er ook in. Denk aan je ademhaling. Easy, of niet? Ja, kom dan. Wow. Ik ga naar blanke bij. Oh. Hij is een heel andere persoon geworden. Wow. Let's go, babe. Ja, het is tijd, hè? Klaar, you got this. Byron. Ja. Ben je tech? Ja. Gewoon chillen. Goed, maar het gaat je sowieso lekker. Also, ik zei dat Oostenrijk veel erger was, hè? Valt mee? Dit is gewoon... Het ijs is heel koud. Maar het water, ik weet niet, je gaat het wel voelen. Het is heel... Ja, het is weer dat stil blijven zitten. Het gaat heel erg naar beneden, hè, als je in zo'n ijsbad zit. Het is de textuur zo van het water dat raar is of zo. Het is, je zit niet in water, het voelt niet als water.
Absoluut niet. Het is gewoon alsof je in een hele koude pap zit. Maar het is nice, ja. Het is nice. Had jij dat ook zo? Ja, zoals slushpuppy. Ja, slushpuppy. Ja, je gaat het wel voelen. Maar you got this, you got this. Oké, let's go, babe. Ja, ik ga ook wel proberen voor een minuutje dan. Ja, toch. Dat is het goal dan. Je hebt een goal gezet voor iedereen. Ja, ja, toch. Een minuutje. Een minuutje is toch wel... Maar Marjan is zo competitive. Zij gaan langer, hè. Ja. Zij gaan een minuut en een half, denk ze nu al. Kijk dit. Dus die kant op kijken. Hij heeft gewoon een ijs in zijn haar. Oh, yo. Oh, yo, inderdaad. Hoe is het? Oh, ja. Man. Gewoon echt ijs. Let's go, Marjan. Let's go. Maar dat ga ik dus niet doen met mijn hoofd onder water, denk ik. Dus op zijn einde. Het is op het einde wel funny. Als je gewoon zo 1 seconde is dip. Dat is wel gangster. Let's go, babe. Ga je net zo praten als Nathan? Marjan heeft zijn school wel afgemaakt. Focus, schatje, focus. Als je nu zou moeten praten, dan ga je echt een beetje praten alsof je aan het huilen bent. Je kort adem. Ja. Wow, is wel een mooi shot hoor, dit. Kijk eens naar jezelf. Hé, hey, jongens. Nice. Oh, mijn voeten gaan gewoon drijven. Ik zou niet te veel bewegen hoor. Nee, je probeert stil te blijven, maar ik weet niet of ik onder water durf. Nee? Ik moet echt plassen. Zie de waarheid, maar ik ben zo eerlijk. Ik ga niet plassen. Jullie moeten ook nog. Nathan, zie je die tijd? 54. Ja. 55 seconden. Jij wel langer dan een minuut natuurlijk. En 3 seconden. Nee, tuurlijk gaan ze langer. Jij had dat ook gedaan, Nathan. Tuurlijk, ja. Oké, ga ik onder water? Ja, ja, doe gewoon. 1 seconde, gewoon 1 keer dippen en eruit. Wauw. Wauw. Dat had jij ook. Ja, dat had ik ook. Dat je verstapte daar. Hij is te hoog. Wauw, sick hoor, schat. 1 minuut 10. Damn. Shit. Nice, schatje. Dank je. Goed gedaan. Oh nee, jullie moeten steenpapier. Ja, wij moeten nog steenpapier schaar. Wil je nog of niet? Jawel, ik ga wel. Maar ja? Ik vind dat wel graag. Ja, snap ik. Maar je moet gewoon je eigen tijd neerzetten en niet per se je minuut. Nee. Oké. Ja? Steen, papier, schaar. En nu? Ja, dan moet jij als eerst, want ik versla steen. Ik ben als laatste, ik kan poepen in het bad. Yes! Als ik moet, dan moet ik. Dus, nice, jullie twee geweest? 1 minuut 3, 1 minuut 10. Ja, maar het is kut om een tijd te zetten, hè. Ja, daar gaat het niet om. Je moet gewoon... Ja, je mag gewoon... Jullie waren de hele tijd over die tijd aan het praten. Ik noem jullie tijden op. Het gaat niet om die tijd, hè. Je hoeft geen tijd te zetten. Ja, want we weten al wat je gaat doen. Ga je langer? Nee, hij kan niet. Hij kan heel goed. Oh, ik ga gewoon mijn eigen vlog kijken. Anderhalf uur kijken. Mijn Oostenrijk was altijd aan het bitchen. Ja, maar daarnaast... Dat is een bitch. Dat is de ambition. Oeh. Ja, in Oostenrijk... Het was nu op, hè. Dat was zo. In Oostenrijk... Wat deed jij? Jij pakt hem met tweeën. Oh. Wat was dat? De koude water doet iets. Wat was dat? De koude water doet iets. Nee. Ja, dat denk ik ook. Nog zei hij, hey jongens. Ja, dat heb ik ook nog nooit gezien. Goed. Ja, ik ben super eerlijk. Hey jongens. Ja. Nou, ja. Shona. Oké. Okay. Let's go. Let's go, Shona. Shona heeft het nog nooit gedaan. Nee, nog nooit. Dus daarom zei ik ook duidelijk, het gaat niet om de tijd. Nee. Het gaat gewoon even om de ervaring. Dat je er heel even in hebt gezeten. That's it. Dus dat is het gewoon. En ik zou als tip geven, dat heb ik in ieder geval gedaan de eerste keer, is eerst met je benen erin, dan zitten en dan naar achter. Niet in één keer zoals Danny helemaal naar achter, totdat hier zeg maar. Want dan gaat het boom. En nu gaat het boom, boom, boom. Ja, zo rest dat. Ja. Zo dat dat niet in een klap is. Nee, dat in een etappe is. Je bent zenuwachtig. Ja, heel erg. Oké. Relax. Nu heb je al een kick. Nu heb je al 8. Boom. Yes. Nice. Lekker, Shona. Jij kan dit. Wist het gewoon. Lekker. En wanneer het genoeg is voor jezelf, is het genoeg. En als je denkt... Accepteren dat je erin zit. Ik kan nu even niks veranderen. Gewoon even lekker genieten. Vertel eens iets over jezelf. Waar is je weg? Nee, niet doen. Dat is lachen. Lekker, girl. Nice. Super. Wow, je wordt nu comfortabel in het water gewoon. Echt nice, hoor. Damn. Echt nice. Check dan. Ze heeft daarmee. Ze is aan het controleren. Ja. Nee, ze is rustig aan het worden. Ze accepteert de stress die in haar lichaam zit. Wow, dat is echt knap hoor. Ze heeft de ogen ook dicht. Ze heeft geen idee hoe lang ze erin zit. Je bent al over de minuut hoor. Lekker girl. Je wordt comfy nu hè? Je voelt het niet meer. Nee. Damn.
Lekker! Noem je eens tot je nek zo. Onder. Met je armen ook erbij. Dan is het klaar, denk ik. Je onder water? Nee. Dan misschien alleen je armen nog erin. Kijk, dan ga je helemaal ineens weer heel anders ademhalen. Dan ben je in de stress. Oh, ja. Dan komt er extra kou bij. Dat is zo raar. Hoe lang? 2 minuten al bijna. 1:50, ja. Lekker! Wow. Damn. En nogmaals, geen wedstrijd, hè? Oké, okay, klaar. Woe! Damn! Wow. Bijna! Hey, Danny. Wow. Ja, ja, maar hot, man. Ik ga nog een keer. Jij ging als laatste, hè? Ja. Dan ga ik nu nog een keer. Maar rust. Je moet chillen en chill. De eerste 10 seconden is even een strijd en daarna heb je hem 100%. Lekker. Nice. Lekker. Gewoon denken aan dat mooie gereedschap. Zie je, nu zit hij in de focus. Dit wordt mijn nieuwe wallpaper zo. Echt nice. Lekker Danny. Maar in één keer is het de Iceman geworden. Knik even één keer ja als het goed gaat een beetje. Oh, yo. Damn. Wow, 1 minuut 40 al. Nu ineens is het de wedstrijd. Fuck. Ja, wel. Jezus. Hebben jullie ervan gemaakt? Nee, zo wij. Ik dacht gewoon een minuutje. Ik wist, maar we gaan er daar sowieso over gaan. Dan zij dacht van, fuck it. Kom maar op. Nu deze guy is waarschijnlijk al 3 keer gestorven in dit bad. Als het genoeg is genoeg, hè, Danny? Genoeg is genoeg. Ik ben best chill nu eigenlijk. Ja, ben je nu chill? Ja, nu praat je ook normaal. Gaat eigenlijk best goed. Wil je weten hoe je eruit ziet? Kijk. Damn. 3 minuten! 3 minuten. Ja, mooi. Hé, maar jij kan toch ook dit kopje onder? Ja, waarom ging je niet kopje onder? Oh, topper. Lekker hoor. Topper. Oh, meteen begon het pijn te doen. Ja, dat heb ik zo nu nog steeds. En dit is dus de levende bewijs dat als je andere mensen iets ziet doen, dat je langer kan gewoon. Ja. Ja. Snap jij? Dat had ik ook. Ja, jij rende daar ook heen. Nee, ja. Even alle bloed weer zo door je lichaam. Doei! Even lachen gewoon. Ja. Hi. Mr. Knol. Yes. Ja, daar gaat hij. It's time. Haalt hij. Okay, let's get it. Ik ga sowieso voor dat minuutje en dan zien we daarna wel weer wat gebeurt. Jij gaat wel een kopje onder, toch? Ja, ja, tuurlijk. Lekker. Ik kan mijn haar niet voor niet zo lang laten groeien. Top. Ik hoop gewoon niet dat ik het bad vol poep. Nee, hij is een zink, hè? Heb je nou verteld over je poepprobleem? Ja. Het begin van de vlog ging over de dokter en mijn poepprobleem. Oké. Dan doen we een ijsbad. Dan doen we nu sociaal experiment. Heeft ijskoud water effect op de darmen? Oké. Komt-ie. Let's get it, bro. Yes, Enzo. Voel je je tenen nog? Ja. Nice. Doe je armen erin. Dat is de achterkant. Achter je. Klein stukje, ja. Yes. Fully focused. Nice. Ik ben aan het poepen. Yep. Hoe gaat het met de darmen? Goed. Yep. Heb jij ook nog een confession? Wil je nog iets zeggen? Ja, ik heb vannacht een bed gepoept. Je hoofd is nog onder water, even nog dippen. Yeah. Yeah. Oh, zie je dat? Iedereen! Oh, waarom mijn ballen zo pijn? Oh. Wat gebeurt er hier dan? Oh, ik heb er nog nooit zoveel moeite mee gehad. Nee? Nee, ik had er nog nooit zoveel moeite mee gehad als nu. Oh, ik heb zin om te bewegen als een robot. Ja, let's go. Ga even met de Knoophouder handdoek. Te koop op knoophouder.nl. Yes. Oh. Topper. Nice, bro. Wow. Nice. Top shit. Lekker. Ah. Lekker. Oh, een minuutje. Dat was mijn goal, een minuutje. Nice, hoor. Oh, deze vond ik echt pittig. Ja, was pittig. Damn, echt pittig.
hem even bijkomen. Wow, deze was echt sick, hè? Ja. Wauw, de vorige keren, vooral in... Waar was dat? In Duitsland. Je moet ook meer nadenken nu of zo. Ja, ja. In Duitsland, toen we in dat ijskoud water gingen, dat was echt super nice. Maar in Insel was dat, met schaatsen. Toen bleef ik daarin liggen. Maar nu, ik weet niet wat het is. Ook echt pijn aan mijn ballen gewoon. Jij zei ook, en zo kan dit super hot. Ja. En ik zag dat je moeite had. Ja. Maar misschien zijn het de darmen. Ja, ik weet niet wat het is. Het ik heb heel veel pijn hier aan de binnenkant. Oh. Van de ballen? Ja, van mijn benen gewoon. Ik weet niet, mijn lies of zo. Ja, misschien bij Danny heb je gezien, hè? De derde keer gaat het best. Ja. Ik vond het nice. Ik voel hem nu sowieso gewoon top. Ja, en dat is belangrijk. Dat heb ik ook. Ja, dat super je, chill. Jullie filmen de hele tijd elkaar in de telefoon. Precies tegelijk. Anyways, deels nice. Deels super nice. Dit was het sowieso waar, 300 kilo ijs besteld. En, maar er nog 500. Ik snap nog altijd niet waarom. Dit is genoeg. Dit is echt genoeg. Kunnen we eens kijken of deze nog werkt? Nou, nee, minder. Het is minder. Het is 10, 4. 4, ja. 4 graden. 4 graden. Dat zou ongeveer moeten kloppen, toch? Ja, ik denk wel dat dat klopt, hè. Ja, 4 graden. 4 graden. Oké, gaan we nu ijsje eten dan? Misschien daarna voor 2 ik heb nu echt zin in wel een ijsje. Oké. Okay. Ja, we hebben er gehaald. Dit is echt kut. Man, dit is was oprecht niet daar. Hier, ik geef hem terug aan. We zitten de hele tijd elkaar te filmen. Ik geef hem terug aan jou. Oh, dit was wel echt nice, dames en heren. Maar jullie weten dat normaal gesproken gaat hij echt super lekker bij mij. Voel ik me echt comfortabel. Ook bij die mannendag, toen voelde ik me ook super comfortabel en chill. Maar nu wist ik al van tevoren, ik zit er niet lekker in en moe. Maar ik had gewoon in mijn hoofd die minuut en dat voelde super nice. En ik voel me nu super goed en dat is het belangrijkste. We gaan dit in ieder geval laten zoals het is. In die temperatuur ding zit ook een chloortabletje. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het water is morgenochtend. Wie weet, misschien doen we morgenochtend wel gewoon een ijsbed minuutje. Maar we gaan het zien. Ik heb in ieder geval genoten. De barbecue was ook weer super nice. Hier kan je wel even opwarmen. Oeh, dit is nice. Het is nog helemaal warm. Logisch eigenlijk. Maar de barbecue was echt zeer geslaagd. Echt zeer geslaagd. Dennis die had zoiets van... Nee, ik ga er niet in. Nee. Die was te veel aan het twijfelen. Ik dacht, mooh. Maar goed. Next time. Next time. In ieder geval, ik heb echt genoten. Het was nice om rondje te doen. Oh, was heerlijk. Oh, nice. Yes. En ik heb een marsje. Wow, kijk hoe mooi de lucht is. Nice. Dames en heren. Het is serieus waar, ze gaan nog een keer. Bam. Is ook cool. Toch, schat? Ja, we gaan nog een keer. Gewoon omdat het leuk is. Wie gaat als eerst? Ik. Ze wel als eerst. Ja? Ja, net ging Nathan eerst. Oké. Okay. Nou, let's go. Nu heb ik toch een beetje spijt dat ik dat gezegd heb. Ja, maar weer een minuut. Fuck it, korte tijd. Ik heb geen idee waarom ze nog een keer gaan, eerlijk gezegd. Ja, ik willen gewoon die €300 van ijs willen een beetje worth it maken. Ja, nee, Ben. Okay. Voor de keer dat je ijsbad kan pakken. Ja, het was €340, ja. Voor de keer dat je... Dat is €1 per kilo ijs. Ja, en dat was €40 bezorging. Oké. Okay. Ja, klopt. Ja, maar dan daarom nu. Danny is er ook 3 keer in geweest. Je hebt er ook maximaal gebruik van gemaakt. Dat is waar. Alleen wat het gek is dat Danny en ik hebben allebei dat het voelt alsof het regent onder ons shirt. En we hebben dat bloeding en shit. Nee. Dat is niks voor jullie, man. Nee. What the fuck? Nee, maar dat is toch raar. Ik heb dit wel vaker gedaan, maar ik heb voor de eerste keer dat ik het gevoel heb dat het regent onder mijn shirt. Dat is super vaag. Oké, belangrijk, pas op voor de rand. Ja. 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 Let's go, babe. Daar gaat ze. Let's go, Myron. Voelt het nice deze keer of minder nice? Oh, ondertussen heeft Nathan die salamander gevonden. Ja, dat is de huissalamander. Nice. Sally noem ik hem. Sally, dat is een goede naam. Voelt het beter nu of niet? Goed, moeilijker? Hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Mijn benen gaan alleen drijven. Die gaan omhoog, zeg maar. Ja, nog 15 seconden. Een kat is. En je wilde voor een minuutje. Mijn handen doen wel meer pijn dan net. Ja. Lekker, Myron. Yes. Woo! Ja, en dan gaan we rennen. Weer die kant op rennen. Oké, goed. Nou, nu alleen Nathan nog. En dan hebben we wel goed gebruik gemaakt van het ijsbad. Dat is wel zo. Toch. Dus. Nee, kom op, man. Ja. Minuutje. Fuck. We kunnen morgenochtend weer, hè? Ja. Oh, damn.
net voor Pukkelpop nog even. Ja. Ja, met de vlam in de pijp. Nee, je moet niet filmen. Ken je dat nummer? Met de vlam in de pijp. Ja? Nee. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met min 40 tonnen diesel. Maar in mijn sas. Nee, kijk. Hey, ga je dan weer poseren of ga je erin? Ik wil altijd zo even die mental check. Het is ook een mental game. Om erin te gaan, je moet ready zijn. Wil je zien hoe je er zelf uitziet? Oké, daar komt hij. Wat ook wel leuk zou zijn, als je gewoon daar begint en dan zo'n duikje. Ik dacht net exact hetzelfde, maar dan doe je het niet. Ik ben wel eens in een ijsbad gedoken, maar dan door de klap moet je eruit. Dan moet je eruit. En dan ga je daar meteen uit. Oké, fuck it. Wat was dat? Poe, hey. Nou, wie deed dat ook? Naar het ijsbad? Fuck it. You ready, timer man? Timer bro, let's go. Zenuwachtig. Ja, hij zegt zenuwachtig. Oei. Lekker hoor. Goeie, meteen ook gewoon. Meteen. Dit gaat een moeilijkere run zijn dan dat. Ja? Ik voel me kaken. Zo, eindtrekken, shit. Gaat goed. Het lijkt net alsof je hier thuis hoort zo in de jungle. Ja, gewoon een beetje Tarzan. Ja, dit is Tarzan, man. Dit wordt mijn nieuwe wallpaper. Damn. Oh, ik moet ook wallpaper voor mijn telefoon hebben. Wacht. Nice. Wil je smooth kijken? Doe je goed hoor, dit. Ja, toch? Ja, serieus. 10 seconden en het is weer gedaan. Ja, netjes. Ik doe dit nooit meer. Ja, Nice. Ja, lekker. Ciao. Ja, het doet wel op een of andere manier ook wel een beetje pijn of zo. Maar goed, zoals jullie hebben gemerkt, het kan zijn dat je gewoon er lekker in zit en het gewoon lekker gaat en soms... Maar sick dat ze 2 keer zijn geweest. Lijp, ik doe ze niet na. Ik heb nog steeds die tintelingen onder mijn shirt alsof het regent. Jij ook nog steeds? Echt ziek, hè? Konden we er gewoon niet zo goed tegen of zo? Ja, weet ik niet. Nee, ik vind het mooi geweest ook, maar klaar. We hebben alles opgeruimd, vaatwassen uitgeruimd, ingeruimd. Alles even netjes op zijn plek weer. Nice, nu doen we de muziek weer lekker aan. Die boksen die zijn echt heel erg nice voor in de keuken hier. En ik heb echt lekkere nummers aanstaan, al zeg ik het zelf. Komt-ie, let op. Zo, dames en heren. Het is tijd om lekker te gaan slapen. Ik heb super erg genoten. Nathan die gaat morgen in de ochtend heel vroeg al weg. Die heeft morgen een optreden bij Pukkelpop. Pukkelpop, mijn joh. Dat wordt echt super nice samen met Joost. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat helemaal hem gaat. Marvin en ik die hebben morgen iets anders op de planning staan. Heel erg bedankt voor de afgelopen dagen. Bro, jij bent bedankt. Ik heb het echt bedankt. Het was amazing. Het was super nice. Het was zo amazing. Gezellig. Ik ben geknarkt. Met very positive nice vibes. Dat is insane. Oké, goeie. Fijn om te horen in ieder geval. Het was echt weer heel erg nice. Jullie hebben het gezien. Bedankt allemaal voor het kijken. Thanks voor de likes. Thanks voor de leuke lieve reacties. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!